Mevrouw Jagri, goedemiddag. Goedemiddag, heer Mario. Fijn dat u ons even te woord wilt staan. U bent VHP-parlementariër in Nikeri, een van de jonge DNA-leden. 1 hectare grond per Nikeriaan, dat heeft Brunswijk beloofd. Althans, hij zegt de regering is ermee bezig. Wat is uw eerste reactie hierop? Nou, laat me u dit aangeven, de heer Mario. Als ik in de oppositie was, dan had ik misschien een ander antwoord aan u gegeven. Toch? Of laat me dat zeggen, als de heer of de VP in de oppositie was en zulke uitspraken had gedaan, dan zou ik een ander antwoord geven. Maar als u in de coalitie bent en 6 maanden, 7 maanden, enkele maanden voor de verkiezingen, laat me dat zeggen, u dit soort opmerkingen maakt en uitspraken doet, dan zie ik dit gewoon als een politieke taal of een podiumtaal. U ziet het als politieke taal? Ja, het is een podiumtaal die waarmee je bezighoudt. En laat me u dit aangeven. Natuurlijk juich ik toe. Ik bedoel, we hebben ongeveer 164.000 vierkante kilometer, als ik me niet vergis, een area, Suriname heet dat, met een populatie van ongeveer 620, 30, ik weet niet precies ongeveer hoeveel inwoners we hier hebben in dit land. Het is heel fijn als je iedereen 1 hectare kan geven, heb je problemen voor generaties opgelost. Geef die mensen hun bouwkavels, toch? Maar een ministerie die in uw handen is, een ministerie waarvoor wanneer u verkavelingsprojecten gaat indienen, initiëren en samen met het volk projecten gaat uitvoeren waarbij u bijna geen kapitaal nodig zal hebben. Waarom hebt u dan niet eerder dat gedaan? Toch? Doe het. Zeg niet dat ik dit ga doen of het is een wens van mij om dit te doen. U bent in de uitvoering. U bent in die hoedanigheid om het te kunnen uitvoeren. Voer het uit. Laat het volk ook een beetje voelen dat het, ja weet je, een keertje dat het niet alleen gezegd is geworden, maar dat het werkelijk in de uitvoering is. Zo simpel is het, zo zie ik het hoor. Maar dat je steeds gaat, en weet u meneer Mario, en ik dacht dat ik ooit dit ook zou zeggen. En ik maak me ook schuldig hieraan hoor. Wat wij heel vaak doen is, en het lijkt alsof het een trend is gaan worden door de jaren heen, wat het vroeger niet echt zo was. Weet je, als je 50 beschikkingen hebt getekend, als je 60 beschikkingen hebt getekend, ga je een feestelijke alles organiseren en dan ga je daar de mensen uitnodigen. Die man die 40 jaar heeft gewacht op zijn beschikking, eentje die misschien binnen een maand al zijn beschikking in handen heeft, toch? Je gaat ze allemaal uitnodigen, ze komen uren van tevoren daar zitten allemaal en je doet alsof je een gunst doet. Ik bedoel, het is iets van hun. Je hebt je bestaande kantoor, je hebt je bestaande instantie, je hebt bestaande gebouw waar ze mensen gaan informeren. Geef de status van hun papieren, wat het is. En als het al klaar is, waarom moet je wachten totdat je 60 hebt getekend? Geef het. Als van meneer A al klaar is en op dat tijdstip binnenkomt, geef het. Waarom moet je verzamelen? Waarom moet je wachten totdat je 100 hebt en dan ga je 1 keer? En eind of the day, of elke maand, laat de minister of het ministerie van GBB een overzicht presenteren. Toch, dit zijn de beschikkingen die wij hebben gegeven, uitgegeven aan al deze mensen. Heb je toch ook bekendheid gegeven hoeveel beschikkingen je uiteindelijk als ministerie, als regering hebt gegeven? Maar ja, we moeten het soms ingewikkelder maken en we vinden het leuk om op zo'n manier te gaan. En ik weet niet hoeveel regeringen dit alles gaat volhouden en dezezelfde trend zal behouden. Voor mij is het belangrijk dat de mensen hun beschikkingen krijgen. En als u wensen hebt om ze 1 hectare te geven, of 2 hectare, of 4 hectare, of 5, Suriname is groot genoeg, geeft iedereen die recht heeft. En niet iedereen die recht heeft. Volgens mij heeft alle Surinamers recht op een stukje perceel. Geef ze. Ja, 2 dingen voordat wij u voor dit moment zullen bedanken voor uw bijdrage. U zegt, ik maak me er ook schuldig aan. We weten, recentelijk heeft ook de president nog allerlei bereidsverklaringen uitgedeeld. Is dit iets wat volgens u dan moet gaan ophouden? Deze hele show bij het uitreiken van grondpapieren in Suriname? Als je mij persoonlijk vraagt, het is mijn persoonlijke mening hoor. Dan zou ik het gewoon zeggen stoppen. Ja. Tweede vraag. Als de vicepresident, toen nog waarnemend president, zegt in Nikeri, die 1 hectare grond, tenminste 1 hectare per Nikeriaan, is nodig om de agrarische sector te behouden. Is daar een waarheid in? Natuurlijk is er een waarheid. Als je de agrarische sector wil behouden, als je wil dat de mensen moeten produceren, als je wil dat er productie is, dan moet je die mensen toch ook een stukje perceel ter beschikking stellen voor ze. En wat gebeurt er toen, meneer Mario? En ik zie dat de hele trend gebeuren nu ook in Nikeri. Nikeri was gewoon, ik zeg, was een agrarische district. Waarbij mensen meer
in het veld zich bezig hielden om te werken. En ze hebben generaties op generaties gedaan. Nu komen een heleboel verkavelingsprojecten. Perstelen worden verkaveld. Mensen zien eigenlijk geen vooruitgang in de sector, waarbij je nu ziet dat een heleboel mensen nu solliciteren bij de overheid voor een baan. Weet je? Want zij denken van nou, daar is de zekerheid. En dat moet gewoon veranderen. Wil je dat men serieus wordt in de agrarische sector? Er zijn gewoon verschrikkelijk veel wildkavels. Geef de mensen. Geef ze. Iedereen wil in de productie gaan. Geef ze. Maar dit is, denkt u, op dit moment, 7 maanden voor de verkiezingen, podiumtaal? Nou, kijk. Bij mij gaat het erom, het ministerie van GBB is bij u. Toch alle actoren die u nodig hebt, is bij u in handen. Wat belet u om het tot uitvoering te brengen? Moet ik hierbij concluderen dat u, wat de waarnemend president in uw district Nikeri heeft gezegd, niet op waarheid zal berusten? Dat het eigenlijk een show is? Ik zou niet zeggen dat het niet op waarheid zal berusten. Ik hoop dat hij het waar maakt. Toch? Ik ga ook heel erg blij zijn als dit gebeurt. Ga ik zelf ook weet je, met het project ook hem persoonlijk ook bedanken. Ik hoop dat hij het waar maakt. Maar hij zegt de regering beraadt zich. U bent een van de 5 parlementariërs in Nikeri. U bent niet betrokken bij de beraadslagingen of tenminste een aankondiging van deze beraadslagingen? Welke fout we heel vaak maken is dat wanneer er gesproken wordt over de regering, dan denkt men ook dat het parlement ook een deel is van de regering. Het is niet waar. Ik ben een parlementariër. Ik zit in de coalitie en ik controleer. Ik hou me bezig met de begrotingen. En als er projecten zijn die uitgevoerd zullen worden, goede projecten natuurlijk, gaat altijd althans ondersteuning krijgen. En tot op dit moment is het eerlijk gezegd mij niet bekend dat er een project gaande is die te maken heeft dat alle Nigerianen, of tenminste Nigerianen die nodig hebben, een hectare gaat krijgen. Precies, is het al geïdentificeerd? Ik heb geen idee. Misschien heeft de regering dat al gedaan. Toch? Misschien heeft het ministerie van GBB dat al gedaan. Maar ik draag er geen kennis van. En ik zou heel erg blij zijn, hoor. En als het een verkiezingsbelofte lijkt te zijn, gaat u zich ook scharen achter een dergelijke belofte van vicepresident Brunswijk? Nou, één ding weet ik het. Dat je niet zomaar iets moet beloven. Als je weet dat je niet kan waarmaken, beloof het niet. Doe het, voer het uit. Wanneer je in de coalitie zit, is het jouw taak om zaken tot uitvoering te brengen waar je kan. Waar je weet dat je met weinige middelen toch heel een grote impact kan brengen op het leven van de mens. Doe dat. Is dit plan haalbaar? Dat zeg ik je toch. Dus voor mij, als er zaken al in voorbereidingen zijn, als het ministerie al zaken heeft geïdentificeerd, percelen geïdentificeerd, hoe het verkaveld zal worden, waar locatie, alles is het wel haalbaar. Mevrouw Nisha Jagri, DNA-lid VAP uit Nikeri, dank voor dit moment, voor uw eerste reactie. Alsjeblieft. Dank je.